Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Errol Osmanoğlu van Vitonext uit Wageningen. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin wij een ondernemer uit de regio aan de tand voelen over zijn passie. En ook nog eens graag willen meeluisteren met zijn muzieksmaak. En dat gaat vanavond weer gebeuren. Laatst was de Food Valley Expo en daar heb ik even rondgeneusd. En daar heb je natuurlijk allemaal prachtige bedrijven uit de Food Valley, ook nieuwe ontwikkelingen. En daar hebben we er vanavond één van, Errol Osmanoğlu. Hij heeft een start-up en daar gaan we vanavond alles over horen. Goedenavond, Errol. Goedenavond. Kun jij eens vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Errol. Ik ben in 1987 geboren in Dordrecht. Ik ben getogen in Alblasserdam. Ik ben daarna naar de middelbare school gegaan, weer in Dordrecht. En ik wilde toen altijd kok worden. Zo, kok. Ja. Maar ik vond toen scheikunde natuurkunde ook wel leuk. En dan kom je eigenlijk uit op Wageningen Universiteit. Combinatie tussen scheikunde natuurkunde en eten. Mm-hmm. Bij de opleiding levensmiddelentechnologie. Daar ben ik in 2005 gaan studeren. En dat is eigenlijk als thuis gaan voelen. En daar woon ik dan inmiddels nog steeds. Samen met de vrouw. Huis gekocht. In maart verwachten we ons tweede kindje. Leuk. Dat is helemaal gesetteld in deze regio inmiddels. Ja. Na mijn opleiding levensmiddelentechnologie ben ik bij een voedselinnovatiebedrijf gaan werken. En daar heb ik gewerkt aan een extractietechnologie. En inmiddels ben ik directeur van de start-up die extractietechnologieën in de maatschappij probeert te brengen. Wat een spannend verhaal gaan we luisteren. Dus hoe komt het dat je daarbij terecht bent gekomen, bij die extractietechnologie? Het bedrijf waar ik voor werkte ontwikkelt nieuwe technologieën voor de voedingsmiddelenindustrie. Een van mijn projecten was de ontwikkeling van een nieuwe extractietechnologie. Het is eigenlijk uitgevonden door een Britse uitvinder die op zijn late leeftijd nog eigenlijk wilde dat er iets gedaan werd met zijn uitvinding. Uit de UK? Uit de UK, ja. En die is naar Wageningen gegaan? Die is in Wageningen terechtgekomen, ja. En is eigenlijk een samenwerking met ons aangegaan om die technologie te realiseren. En met ons is dat bedrijf die zeg maar start-ups financiert? Of hoe moet ik dat zien? Incubator? Het is een technologieontwikkelbedrijf. Ja? En tevens incubator, die zich eigenlijk richt op de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Dus uit de wetenschap plukken en in de maatschappij brengen. Ja, dus daar kwam die Engelse professor, of wat is het, en met zijn idee. Maar dat moest dan nog een keer worden nagekeken. Ja, nou ja, een idee, het was eigenlijk een visie, een bepaalde methode waar je mee kunt extraheren. En een beeldspraak wat je daarbij kunt gebruiken is, hij had eigenlijk een idee om naar de maan te gaan. Alleen je moet vervolgens de raket bouwen om naar de maan te gaan. Daar zit eigenlijk de grootste uitdaging in en daar moet je je schouders onder zetten. En dat is wat we gezamenlijk hebben opgepakt. Dat is inmiddels zo'n 3 jaar geleden. Maar de techniek om die extracten te doen, uit de planten te halen, zeg maar, die was al bekend? Of heeft hij daar iets nieuws bij ontdekt? Nou, hij heeft daar echt iets nieuws ontdekt. Dat was niet bekend. Mm-hmm. Dat is een man die zijn hele leven in de farmaceutische industrie heeft gewerkt. Die heeft daar veel geleerd. Uiteindelijk een idee bedacht waar hij in zijn werkende leven nooit wat mee gedaan heeft. Op een latere leeftijd heeft bedacht dat hij daar toch nog iets mee wilde doen. En daar zit een octrooi op, of meerdere? Er zit een octrooi op. Ja, we zijn op dit moment ook aan het verkennen wat voor posities wij erop moeten innemen. Nou, we gaan er meer over horen zometeen. En jij hebt een fantastische rockerslijst meegenomen. Ik ben er helemaal blij mee. En net zo goed René van Schenkhoff, onze technicus, zit ook al helemaal klaar voor. Hier komt de eerste. The Who met Baba O'Reilly.